Deze engelen staan op hun tippen van hun tenen. Hè. Is zoiets tussen gaan ze vliegen of dalen ze neer. Hè. Ze zijn heel imposant, dominant. Ze stralen niet triestig uit, maar ze zijn niet wreed. Ze zijn eigenlijk in zichzelf gekeerd. En ik denk dat dat ook wel het gevoel is dat ik bij hedendaagse engelen heb. Ze zijn eigenlijk degenen die zorgen dragen voor ons, die ons in een mentale staat brengen, die een soort rust brengen, hè? Ergens tussen hemel en aarde, ergens figureren, dat soort wezens. In al die jaren, hè, van jaren 90 dat ik al aan het werken ben, tot nu, dat is een mooie evolutie eigenlijk, hoe dat die beelden elkaar opvolgen, sporen dragen van elkaar en soms nu in de laatste beeldengroep die ik gemaakt heb voor het Bonnefante Museum, toch heel ver teruggaan naar bijna het begin van mijn figuratieve beelden, de dekenvrouwen. We gebruiken de dekens op ons bed, we vrijen onder dekens, we sterven ook onder dekens. Hè? Dus dat zit zo dicht op ons huid, niet zit dichter op ons huid en is intiemer dan een deken. Hè? Het deken is nu huid geworden en dat vind ik in mijn werk heel fijn eigenlijk om werelden samen te zetten, zo dat objecten vanuit een andere geschiedenis samenkomen met een toevoeging, iets wat ik nu doe. Hè? Waardoor dat je een beeld krijgt en een totaal andere contextualiteit. Hè? Alles wat ik doe en maak, komt eigenlijk van een heel grote betrokkenheid tussen de dingen waar ik naar kijk, die ik beleef, die binnenkomen bij mij. Ik denk dat het grootste belang is dat je als kunstenaar eigenlijk heel eerlijk, in eerste instantie voor jezelf, ik ga er niet over schrijven, ik ga het uitdrukken in een beeld. In de hoop dat dat van betekenis kan zijn voor andere mensen. Hè? Het thema dood bespreekbaar te maken is daar één van, maar tegelijkertijd ook moeten die beelden hoop geven. Afhankelijk van de gevoeligheid van de toeschouwer hè, zal die soms meer de dood herkennen in mijn lichaam dan de eros. Hè? Wanneer ik daarnet spreek over die drie paardenlichamen in die kast, je zal altijd mensen hebben die alleen maar naar die lichamen kijken als naar dode paarden. Hè. Afhankelijk ook van de positie waarin dat je kijkt. Hè. Wanneer dat je langs de achterkant van die kast dat beeld benadert, dan zie je ja, vrijende paarden. Hè. En voor mij is dat heel belangrijk om die twee werelden te koppelen aan elkaar, omdat het daar, ja, dat zijn de grootste thema's in mijn werk, Eros en Thanatos. En het gevoel dat we bij de beelden hebben, hè, namelijk die schilderachtige manier van werken met was, of de fragiliteit van was, dat je iedereen weet dat dit zeer breekbaar is. En zeker als je dat op schaal gaat gebruiken, zoals in het werk die Embalm Twins, dat in Bonnefante staat. Heel belangrijk dat dat een soort aantrekkingskracht heeft. Hè. Mensen willen die aaien, hè. Mensen willen daaraan komen aan die sculpturen. En het feit dat die sculpturen dat ook uitlokken, vind ik wel iets, geeft ze een andere dimensie. Hè? Maakt ze ook deel van onze beleving.